gaat, zal weer luiden. Normaal gesproken wordt de klok door meerdere mensen geluid. Maar vanwege de 1,5 meter afstand moeten nu 2 mensen de zware doen. Iemand die vanavond graag bij de herdenking was geweest is Pim Kraan. Zijn oom Frans van Kampen zat in het verzet en werd in 1942 hier op de Waalsdorpenvlakte door de Duitsers gefusilleerd. Pim Kraan is directeur van mensenrechtenorganisatie Save the Children. Zijn oom is altijd een groot voorbeeld voor hem geweest. Verslaggever Hans Schutte sprak met Pim Kraan en zijn 2 kinderen.